Ben ik klaargemaakt voor u, hè? U moet wel aan de witte lijn staan en ik moet hier staan. U heeft hele goede reclame gemaakt, dankjewel. Ja, een korte reportage meneer met u. Eerst en vooral, hartelijk dank omdat u vandaag hier aanwezig was. Wat zijn uw bevindingen over deze voorstellen? Ik vind het leuke is dat Turkse poëzie en Turkse liedjes dat die vertaald worden in het Nederlands en het Frans uiteraard ook. Maar ik versta het Nederlands en het Frans, maar ik versta niks van het Turks. En ik moet zeggen, mensen met heel veel talent, hè, die hier toch... Ik vind het heel mooi. Wervelende show, wervelende show. Ja, dat is waar. Ik heb wel al daarjuist gehoord dat u ook enkele woorden Turks kunt. De voorzitter van het Fedaxio en mevrouw... Karman? Nee, die langs me zat. Demir. Ja. Demir. Ja, die heeft mij geholpen. Nee, ik ken geen woord Turks. Maar je was goed voorbereid dan? Ik heb geoefend met de voorzitter van Fedaxio, ja. En blijkbaar was het goed verstaan, dus dat is goed, hè? Ja, heel goed verstaan. Ja. Welke boodschap heeft u vandaag meegekregen en wat wilt u nog zelf meegeven? De boodschap die ik meegekregen heb, dat heeft mij eigenlijk aangenaam verrast. Dat is dat degenen die hier optreden, ofwel zeer goed Nederlands ofwel zeer goed Frans kunnen. Want vermits zij Turkse roots hebben en Turks eigenlijk hun moedertaal is. En dat vind ik eigenlijk altijd, ik vind dat persoonlijk heel belangrijk. Ik zal het anders uitdrukken, als ik naar Wallonië ga, dan spreek ik daar Frans en ik probeer me Frans te leren. En ik vind het eigenlijk heel mooi dat, Turkse Vlamingen, als ik ze zo mag noemen, of Turkse Walen, of hoe je ze wilt noemen, die komen naar hier en wat doen die? Die leren ons taal of die leren taal van, die leren het Frans of het Nederlands. En dat maakt alleen maar eigenlijk de contacten. En jij bent daar trouwens een mooi voorbeeld van. Als je mij hier staat te interviewen. Je spreekt zeer goed Nederlands. Dus als je dan Turks zou doen, dan zou je een vertaler moeten bijhalen. Zou ik toch niks van verstaan. Dat vind ik eigenlijk heel positief. Waarom? Omdat je daardoor ook je beter kan integreren in de samenleving. En toch je eigen cultuur kan houden. Dat vind ik belangrijk. Ja, dankjewel. De laatste vraag. Heeft u ook nog een boodschap voor de initiatiefnemers? Bel tot aan de redactie. Eigenlijk heel simpel. Hè? Doe voort. Hè. Datgene wat u doet is eigenlijk heel belangrijk. Niet alleen dit hier, maar binnenkort hebben wij de Sociale Wetenschap Olympiade in ons Vlaams parlement, waar ze weer heel welkom zijn. En ik vind dat eigenlijk toch heel belangrijk. En dat is ik vind naar de integratie toe, vind ik dat heel mooie stappen en we moeten dat gewoon volhouden. Dankjewel. Alsjeblieft. Voilà. Dan mag ik beschikken. Yes, merci. Ik ga nu naar...